Hallo mensen, vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je de unreleased sniper kan hebben in je eigen map. Een eigen map mee. Wat je moet doen, zoek deze code op. Ik zal hem zo even opnoemen. Even kijken. 6, 9. 4, 9, 5, 6, 9, 4, 0, 1, 3, 3. Je gaat in de map. Start 1. Precies, ligt er een trigger. Je hebt een 5 en een release snipe. Je moet de trigger slaan of schieten. Ik heb nou slaan en dan zit ik in midden en ga je zoet stoot zoals je hier ziet. Span je helemaal boven. En wat je dan moet doen, want je kan vliegen in deze map, moet je niet naar die kant, maar naar die kant. Daar? Nee, niet daar. Je valt er helemaal achter. Daar moet je naartoe vliegen. En uiteindelijk ga je dood zoals je hier ziet. En als het goed is, respawn je dan op de hub. Ja, zo. Al je wapens. En dan moet je boven je eigen eiland. Oh, is dit nu een eigen eiland? Ik kan het hier ook al doen. Oh. Wel zorgen dat je het goed doet, echt goed erboven zit. Dus hier niet helemaal boven zoals je ziet, dus daar zit het recht op. Maar dan moet je het maar goed doen. Wat moet doen, je dropt hier stormsnipers en edit hem zo. En op het moment dat je in je rift springt, of tenminste dat je springt boven, je springt zo en spring je door de storm. En als je doorheen bent, door de storm scout sniper, dan pak je ze meteen op. Dan voordat je zeg maar de rift in gaat. Dus niet springen, oppakken. Maar eerst springen, dan oppakken, dan in rift. Ik niet echt. Ik zal maar 4 troppen. Oké. Edge hem zo. Of zo. Zo is het makkelijk bij die, maar je drift toch aan deze kant. Wat je doet is pak hem. Oké jongens, weet je wat mijn fout was? Ik had een map geselecteerd met spawn pads. En wanneer je een map selecteert met spawn pads, dan spawn je op. Ja, spawn pads. En dat is niet de bedoeling. Dat moet niet. Je moet eigenlijk kiezen waar je 100% geen spawn pad hebt. En ik heb toch best wel. En ik heb nog nooit in een Cabin Floating Island 1 gezeten. Maar je moet wel een goede eiland kiezen natuurlijk. Waar je het wapen in wil hebben. Dus ik kies Meadow Island 1. Vervinden. Oké, die heb ik zo gebruikt. Dan doe ik Caldera Island 2. Als je ziet, nou ik weer back to up ben gegaan, heb ik niks meer, geen materials, kan niet meer bouwen. Dus ik heb geluk dat ik niet alle 5 de wapens heb opgepakt. Wat je doet is springt
stopt hem meteen. En dan, ja, zoals je zag, daar helemaal boven was, had ik geen mobiel. Dus ik dan wapens heb enkele, en dan gaan dan meteen, dan trok ik allemaal wapens. Maar gelukkig, je moet als je, ja, zeg maar, door je portaal bent gegaan, moet je meteen je wapen droppen of wapens. Zo. Even wachten, nu zie je nog helemaal niks. Maar, wat je in ieder geval alvast kan doen. Je pakt een item spanner. En ja, dan kan je nog wat item spanners erbij zetten of zo. Voor bijvoorbeeld als je een map van trickshots gaat maken, kan je een grappler pakken, impulses, bouncers, en launchpads. Hoppa. Launchpads. En dan, dus even kijken. Ja, zoals je ziet, de sniper hier op de grond gevallen. En heb je sniper in je eigen map. Dan kan je nog wat cavalier. En dan kan je nog wat een trickshot met bijvoorbeeld deze poppetjes, eentje tomato head. Zal ik hem even groot maken. Kun je dan op probeer trickshot, moet je wel even. Deze op noem zetten. Alvast volgens een keer deze map gaan gebruiken. M op om. Dan Apply. En dan zal ik sowieso even. Zal ik deze even hier droppen. En waar is de sniper? En voor 1 seconde zetten. En dan laten zien. Hoe de sniper eigenlijk werkt, want het heeft echt een garantie die echt verhoogt van het wapen. In ieder geval damage aanstaat. Nee, gelukkig. Ik heb voor impulses. Ik moet alles mis. Nee. Ik ben een beetje shit vandaag. Ik zal even laten zien. Het is altijd veel veel poppetjes staan. Ik ga even laten zien, hè. Oké, die was hem mis. Dat zag ik ook, maar ik wil even kijken of die dan ook raakt. Dat wil echt één botsen. Ik zit nou op zijn hoofd. Ik scope niet meer. Ik wacht gewoon. Oh, ja.
Je sniper moet zeg maar nog wel rechts zijn, zoals nu, en niet meer zo gaan. Hoppa, zo. Normaal moeten afsluiten. Zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren voor de nieuwe kijkers, want ik heb er nog niet zoveel. Maar ja, ik hoop toch dat ik wat abonnees bij kan krijgen. In de tijd. Ik heb vanaf vorig jaar heel veel alleen zitten streamen, gewoon elke dag heb ik gewoon meer om ja, zelf terug te kijken ofzo. Ik had nog een editprogramma. Ik heb toch wel meer ja, video's uploaden in plaats van streams. Zeker met mijn telefoon, dat speel ik ook wel eens kort en toch. Ja, in de tijd dat ik nu op PlayStation kan, als ik eens anders kan ofzo. En daar heb ik wel echt al een editprogramma. Dan gebruik ik die ook. Oh shit. Maar ja, dus laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, tot de volgende keer.